Trainingsvisie. Bert, goed weekend gehad. Ja, bijzonder goed weekend, uh, Piet. Ja. Ja. Uh, uh, het huis uh, allemaal uh, nu uh, lekker klaar. Nee, nog niet af, maar uh, ik heb vele vrienden die me daarbij ondersteunen. Dus uh, we komen samen wel. Yep. Heel veel handige vrienden. Ja, het was even uitzoeken. Omdat als je zelf mis kan, dan moet je maar zorgen dat je mensen om je heen hebt, die wel wat kunnen natuurlijk. <laughs> dus uh, ja, dat scheelt een heel stuk. En uh, ze zijn ook nog zo lief dat ze, dat ze die handen ook nog gebruiken, ja. Hartstikke mooi. Ja, ja goed. Uh, nou, uh, gaan we het nog over zaterdag hebben? Ja, dat gaan we straks even doen. Er ontstaat een nieuwe situatie, Bert. Um, ja, misschien moet je daar wat psychologie voor gestudeerd hebben. Want we worden opeens uh, kanshebber, favoriet. En ja, daar moeten de jongens mee gaan dealen en de staf ook. Ja, maar dat is alleen maar prettig natuurlijk als je maandenlang op jacht bent naar een bepaalde positie in de stand. En uh, nu sta je daar. Ja, dat betekent dus nu dus dat er op je gejaagd gaat worden. Dat vraagt inderdaad een andere ja, gedachtegoed bij de spelers en bij de staf. Uh, maar is dat, is dat erg? Nee, vind ik niet. Uh, dat is ook weer een mooi leermoment, natuurlijk, voor de, voor de groep en de staf zelf. Uh, er komt bij dat tegenstanders natuurlijk nog meer van je willen winnen als, als normaal. Uh, Super leuk om mee te maken. Volgens mij vinden die jongens het ook gewoon heel erg leuk. Want als ik zo die reactie van, uh, van Maurice de Ruiter uh, zag afgelopen zaterdag in dat interview, dan denk ik dat die, die gozen enorm zitten genieten van al die aandacht en veel publiek. En dat wordt dan natuurlijk straks alleen maar meer. Ja, kijk, de hele ploeg uh, barst van de ambitie. En het moment van die ambitie waarmaken komt nu steeds dichterbij. Dus dat, dat maakt dingen in je los. En als het op deze manier gebeurt, zoals afgelopen zaterdag, dat je ook uh, niet alleen goed voetbalt, maar ook plezier hebt aan het spelletje. Dat stralen de jongens enorm uit. Ja ze hebben het fijn met elkaar. En, en dat inderdaad, Maurice die na de wedstrijd dan is hij uh, voldaan. En dat mag ook. Uh, en dat hoort ook als je zo gespeeld hebt. Ja, en dat wil je elke week uh, voelen. Dus uh, ook, ook richting zaterdag. En uh, complimenten geven aan een ander gewoon, hè? Ja, maar dat is uh, aan de ene kant logisch. Aan de andere kant vind ik ook dat hij heel veel respect verdient. Omdat uh, daarnaast dat hij complimenten geeft, ook, ook wel uh, het verdient dat hij ook de complimenten krijgt. Want uh, ook zaterdag zijn er toch weer twee van die heerlijke momenten dat hij uh, extra klasse laat zien. En uh, volgens mij zeiden mensen van Almere dat ook. Dat hadden zij niet in hun ploeg en uh, wij gelukkig wel. Het grote verschil inderdaad. Toch waren er momenten, en ik heb het er zaterdag ook nog heel even met je over gehad, over die, die, die focus. Het is ook wel heel erg moeilijk om een wedstrijd 100% te controleren. Het is bijna ondoenlijk hè? Ja, en daar moet je in trainingen aandacht aan besteden. En dat kan op verschillende manieren. Uh, maar inderdaad, zoals wij de rust uitkwamen, dat, dat kan gewoon niet. Uh, je komt gewoon heel goed weg dat zij niet op 2-1 komen. En, en ook al heb je het daarover in de rust, dan is het toch iets wat er in zo'n groep sluipt. Uh, iets minder concentratie. Uh, we denken van nou, het komt wel goed. Maar nogmaals, uh, we hebben dit seizoen vaak genoeg gezien dat dat, dat niet zo hoeft te zijn. Uh, binnen trainingen nogmaals uh, veel aandacht aan besteden. En zorg dat je dat niet nog een keer overkomt. Toch krijgen ze op een of andere manier wel voor elkaar om die bal uh, het strafschopgebied dan uit uh, te rouzen. Op het moment dat het uh, niet mooi uh, lukt. Ja, maar daar, de, daar kent ze oorsprong wel voor de, voor de winterstop. Uh, want toen uh, was het heel vaak nog binnen de, binnen de 16 meter van, van jezelf nog even je dingetje doen, nog even een balletje terughalen en een kunstje doen. Ja, dat is gewoon verboden bij mij. En uh, dat zie je ook wel terug. Het is heel resoluut. Dan maar eerst weg, dan weer onder die druk vandaan. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat we ook heel weinig doelpunten tegen hebben. Nou heb ik vanmiddag eens even nagedacht over een uh, eventuele situatie die zou kunnen gebeuren. Jong FC Utrecht uh, degradeert, gaat naar de tweede divisie. Jong Sparta zit daar al, dat is de tweede. Um, jong Vitesse komt erbij, dat is de derde. Uh, als Jong Volendam uh, het uh, redt, dat is dat de vierde. En Jong Almere City, dan is dat de vijfde. Vijf Jong BVO's in de tweede divisie. Uh, gaan we daar uh, van de zee nog uh, over bellen of zo of niet? Ja, dat, dat weet ik niet. Volgens mij liggen er ook nog uh, verschillende plannen klaar. Dus uh, ja, weet je, het, het wordt mij elke keer opgeschoven en ik weet echt niet waarom. Er uh, zal echt wel een reden voor zijn. Uh, het enige wat je kan doen, en uh, dat is wat je kan beïnvloeden, is zorgen dat je hoog mogelijk in die stand eindigt. Want ja, gaat het nog alle kanten op? Komen er nog posities vrij? We weten het niet, maar dan staan we in ieder geval in de startblokken. Ja, Precies, ja. <laughs> daar doel ik ook eigenlijk een beetje op. Hè? Ja, uh, ONS uh, Snake, aanstaande zaterdag. Uh, gevaarlijke tegenstander, uh, denk ik zeker, uh, daar. Ja, een hele prettige vereniging uh, met fijne mensen. Maar uh, ja, zaterdag uh, gaat het echt ergens om. Uh, zij uh, zijn, zijn, moeten natuurlijk wegblijven uit die degradatiezone. Uh, ja, wij moeten uh, top 3 blijven. Nou, dat, dat gaat er uh, heel erg interessant worden. Uh, toch wel een clash van verschillende voetbalstijlen, heb ik hier thuis gemerkt. Uh, ze hebben zich wel goed versterkt nog uh, in de winterstop. Dus uh, nou, dat, dat gaat wel vlammen daar. Wie is daarbij gekomen dan? Samir Meraki, die is van, uh, vanuit Harderwijk, uh, jong uit Harderwijk, die bij zijn voetbalde. Die is er op middenveld bijgekomen. Dat is een versterking? Absoluut, ja. In de pers uh, verschijnen nu artikelen dat de Spakenburg uh, de kampioen van de armoede is. Dat is geen compliment aan de derde divisie, hè? Nee, het is uh, best wel jammer eigenlijk. Uh, kijk, Spakenburg wordt de terechte kampioen, want die hebben de meeste punten gehaald. De kritiek zit hem bij hun intern uh, binnen de club, van ja, de manier waarop dat gebeurt. Uh, maar desondanks winnen ze toch hun wedstrijden. Dus dat zou wat kunnen zeggen over de andere teams. Um, ja, ik vind dat niet. Ik vind, uh, dit is mijn eerste jaar in de derde divisie. En uh, ik kan enorm genieten van het niveau van, van enkele teams. Um, dat Spakenburg het zo goed doet, dat is gewoon knap van uh, John de Wolf en zijn staf. Dat hij dat team daar heeft gekregen waar ze nu staan. Uh, doet het maar eens hè, onder die druk die daar uh, heerst. Ja, dan is het niet altijd mooi voetbal. En um, de eerste opdracht was dat ze terug moesten naar de tweede divisie. En daar zullen de mensen in Spakenburg in eerste instantie tevreden over moeten zijn. Oké, okay, wij uh, gaan uh, zaterdag in uh, Sneek uh, hopelijk weer uh, drie punten pakken. En dan op weg naar uh, misschien iets heel moois, Bert. Ja, we spreken over finales hè, in deze weken. En. Uh, Nogmaals, al eerlijk gezegd, finales moet je winnen, anders is het geen ballen. Zo is dat. Heel veel succes met de voorbereiding naar zaterdag toe. Dankjewel, Piet.